mensen van Dustavid Games. Het vorige deel was echt super spannend. En ik vergeet met Amsterdam. Wauw, zo spannend vond ik het dus. Maar in ieder geval, het vorige deel was heel spannend. En ik sta nu dus voor de draak Eldwin en ik moet hem gaan vermoorden. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik ga het proberen, in ieder geval. Ik ga mijn best doen. Dus dat ga ik nu doen. En ik moet met hem gaan vechten. Dus ik ben benieuwd of het me gaat lukken. En ik weet niet waar die nu is. Ik heb mijn Dragon Rend nog niet, dus ik kan hem nog niet gebruiken. Dat is wel een beetje lomp. Ik heb hem net gebruikt namelijk. Hij moet neerkomen. Kut, waarvoor kan hij niet? Laat me doen! Triest. Oké, okay, even kijken. Ah, oh, hij stond net zo mooi stil. Ja, ja, ja. Ik ga hem gebruiken als hij stilstaat ergens. Ik kan hem nu toch niet gebruiken? Oh mijn god. Vorige ging net makkelijker. Waar zijn ze? Waar zijn ze in hemelsnaam? Welke is Eldwin? Is hij Eldwin of hij? Auw. Kut, ik mis hem. Jezus Christus. Ik faal hard. Ik denk dat ik nu echt dood ga. Laat me doen dan. Jezus. Ik snap dat ik alleen Dragon Rend moet doen, maar dat lukt niet als die... Auw. Ah, ik faal. Hij moet stilstaan, dan kan ik hem tenminste raken. Oké, okay, ik ga het proberen. Mijn paard gaat eraan. Mijn klootzak. Ik haat hem. Auw. Ik snap het ook wel dat ik hem moet raken, maar dan moet hij wel stilstaan. Ik kan hem draken zo. Dat is stom. Ik faal. Godverdomme. Sorry, ik zit te schelden, maar ik ga even opnieuw starten. Want dan kan ik hem gelijk raken met Dragon Rend. En nu kan ik hem niet raken. En ik vind het niet leuk. Oké, okay, eens even kijken. Hier was ik. Load. Ik ga het gewoon nog een keer doen. Want dit was niet helemaal goed. Oké. Okay. Eens uitproberen hoor. Dovahkiin. Hoe kan ik dan blijven vliegen als ik dat al heb gedaan op hem? Ik kan mijn Dragon Rend dan niet gebruiken. Wat de hel. Blijf staan. Noos. Kut. Weer niet. Dit is echt niet eerlijk. Hij moet gaan zitten. Anders kan ik hem echt niet raken hoor. Zo. Ik heb hem geraakt. Ik heb hem toch geraakt? Waarvoor doet hij het niet? Heb ik gewoon niet Dragon Rend... Oh, ik heb Dragon Rend niet aangezet. Wauw. Oké. Okay. Never mind. Ik ben echt heel dom. Ik ga eerst even mezelf healen. Oh, wauw. Oké. Okay. Gaan we Dragon Rend pakken? En nog een keer proberen. Waar is die? Use Dragon Rend. It's the only chance to defeat him.
Ik kan Dragon Run nog niet eens doen. Oh, ik kan hem nog niet eens doen. Ga staan. Ja, nu? Dat was even moeite. Nou moet hij ergens nog gaan staan. Kijk. Oh god. Oh god, hij is zo sterk. Oké, nou hoort hij weer neer te vallen. Dan kan ik mezelf even healen, terwijl hij bezig is met wegvliegen. Dus dat doe ik even gauw. En nou pak ik mijn warhammer weer. Kijk, ik begin het al wel meer te snappen. Kijk. Het gaat goed. Oké. Nu heb ik even geen heal nodig nog. Dat scheelt. Nu valt hij weer neer. Kijk, het gaat wel. Waarom doet u mijn doofje niet? Oh nu. Kijk. Het gaat me lukken. Ik heb hem bijna. Bijna. Nog twee hits. Woehoe, nog eentje. Ik heb hem. Oh. Ik ben pro. Oké. Voor mij is dit het einde toch of niet? Geen idee eigenlijk. Ik ga mezelf in ieder geval versieren voor als er nog wat komt. Waarom niet? Ik kan hem niet doodmaken ofzo? Wat de hel? Waar slaat dit dan op? Ik snap er helemaal niks van. Nou moet ik... Het is dus niet het einde. Nou, wat flauw zeg. Ik vind het niet eerlijk. Ik ben boos. Lot Kondrach. You truly have the voice of a Alduin. This should shake the loyalty. Dus even kijken waar die is. Yes. Perhaps a fine place to trap. Yeah. Oké. Nou. The Hofkasse you. Ik vind het best. Yeah. Ik moet in ieder geval wat anders gaan doen. Dus niet het einde. Wat stom. Ik dacht ik ben klaar. Maar oké, in ieder geval. We zijn nu weer lang genoeg bezig geweest. Bij het volgende deel gaan we zien hoe dit verder gaat. Je mag nog niet het einde. Dat dacht ik. Stom. Nou ja, ga ik nog verder. Dus tot het volgende deel. Doei!